maanden, maar wat voor meerwaarde kan zo'n governor voor ons brengen? Moeten we niet langtermijn denken? En dergelijke. Waarom is de governor niet voor 5 jaar benoemd in een onafhankelijke functie waarbij de politiek geen rol meer speelt? Er moet een fiscale autoriteit zijn, de minister van Financiën en de monetaire autoriteit. Die gewerkt in het verleden, we weten het allemaal. Hoe sterk als je tweet, de monetaire autoriteit en de fiscale autoriteit, het werkt en het zorgt ervoor dat onze munt heel veel waarde heeft gehad toen. Waarom kan het nu weer gebeuren? Waarom zitten we al een hele tijd in deze onzekerheid ook? Niet alleen als centrale bankiers, maar ook als Surinamers. Het gaat om een spontane actie, laat me dat zo zeggen. Wij gaan van de vakbond zullen daar natuurlijk uit ons hoedanigheid er ook bij zijn. Maar u moet weten dus dat er al een hele tijd bij het personeel een heel ongemakkelijk gevoel is ontstaan vanwege het feit dus dat de bank eigenlijk keer op keer in afspraak is gekomen. En het personeel dat er in feite niets mee te maken heeft, wordt er met de haren bij gesleept. Ja, hun integriteit is onterecht in het geding. En men merkt het ook in het werk. Ja, je hebt de keuze gehad van de heer Van Trikt. Op een gegeven moment is dus de keuze van de kasreservemiddelen erbij gekomen. En nu komt erbij dus de mogelijke benoeming van de heer Proeva. Ja, waar er indicaties zijn, of eigenlijk bewezen zijn, dat alvast die benoeming tegen de wet is. Dus er komt nog een deuk op die manier aan de integriteit van de bank. En die ontevredenheid wil men dus wel tonen. Ja? En op die manier heeft men dus besloten, en wij zijn de vakbond zijn daarvan op de hoogte gesteld, heeft men dus besloten ontevredenheid hierover te betuigen. Maar het lijkt me lastig werken voor meneer Proeven als het personeel gekant is tegen je. Dat klopt. Kijk, het gaat niet alleen maar zo'n effect op de centrale bank. Ja, kijk, eigenlijk wat we wensen en wat we hopen is dat meneer Proeven terugkomt op zijn eerder besluit. Ja, ik heb uit het praten van de president begrepen dat hij niet wilde. Ik weet niet wat er is gebeurd, dat hij uiteindelijk toch heeft besloten te doen. Maar het gaat niet makkelijk werken zijn voor hem. Ja, het gaat ook zo'n consequentie hebben naar andere banken. Ja, en ook die gaan op een gegeven moment in het geweer komen, om het zo te zeggen. Ja, hoe zal het werken zijn bijvoorbeeld met een bank als de Surinaamse bank? Ja, waar hij met een heleboel, laat me noemen, djugu is vertrokken. Ja, dus ik denk ook voor de persoon Proeven zelf, ja, dat het goed is dat hij gewoon terugkomt op het besluit. Want? Ja? Want? Het gaat ondoenlijk zijn. Ja, het gaat niet goed werken zijn, niet makkelijk werken zijn. En het gaat zijn effect hebben op de sector. Los van het feit hoor, dat er wettelijke beperkingen zijn op dit stuk. Ja, artikel 22 lid 2 van de bankwet is duidelijk hierover. Ja, maar ook het internationaal aanzien van de centrale bank, dan kom je met een governor tijdelijk, 6 maanden, die in opspraak was geraakt toen hij vertrok bij de Surinaamse bank. Dus die hele integriteit van de bank is in het geding. En dat is die hele ontevredenheid bij het personeel. Ja, onze naam, ja, als bank, die gaat eraan aan. En wij worden bijvoorbeeld op de werkvloer. En mensen moeten dingen aanhoren als werknemer van de centrale bank. Ja, van dief en dat soort dingen. Echt waar, het zijn dingen die gebeuren eigenlijk. Weet u? En wat het personeel betreft, kan het zo niet verder.